Goedemorgen allemaal. Gisteren hebben jullie het themaverhaal van deze week gelezen en de bijbehorende themawoorden. En ik heb ook best wel een uitgebreide uitleg gegeven over spreekwoorden en gezegden. En de verschillen ertussen. En de overeenkomsten natuurlijk. En om even te testen of jullie het goed hebben begrepen, gaan we vandaag een quizje doen. Kijk maar mee. De quiz gaat niet per se over de themawoorden, maar over spreekwoorden en gezegden. Je ziet een afbeelding of een tekst en je bedenkt, is het een spreekwoord of is het een gezegde? Schrijf je antwoord op, dus pak even pen en papier erbij. Weet je het niet, pauzeer dan de video en pak je boekje erbij, want in je boekje staat namelijk een korte uitleg over een spreekwoord en over een gezegde. En dan heb je ook iets meer tijd om na te denken. Daarna ga je eens even bedenken of jij misschien weet wat het betekent. Een spreekwoord of een gezegde heeft ook namelijk altijd een soort diepere betekenis. Nog even een korte recap. Een spreekwoord heeft een figuurlijke betekenis. Het is niet echt. Het heeft een vaste uitspraak. Deze zin is altijd zo en niet anders. Het is dus een hele zin. En het wordt toegepast op verschillende situaties. Het kan op verschillende momenten gebruikt worden. Een gezegde, dat was een vaste uitdrukking en een deel van een zin. Je kunt een jarige Job zijn, maar dan maak ik er al een hele zin van. Dus jarige Job is maar een deel van je zin. Je gezegde is dus een deel van je zin. Ze heeft ook een figuurlijke betekenis en het bevat geen werkwoord. Let op, in jarige Job zit geen werkwoord. Maar als ik zeg, jij bent vandaag de jarige Job, dan zit daar wel een werkwoord in. Is het dan geen gezegde meer? Jawel, het gezegde is namelijk alleen jarige Job. En niet die hele zin eromheen die ik zelf bedenk. We gaan naar de eerste. Dit is de eerste. Waar rook is, is vuur. Je krijgt nu even 10 seconden om na te denken. En zet anders even je filmpje op pauze. De volgende. Een hazenslaapje doen. En laat je niet foppen, hè? Dan ga ik naar de volgende. Belofte maakt schuld. Als het te snel gaat, zet je filmpje op pauze. Ik ga naar de volgende. Niet geschoten is altijd mis. Volgende. Een geluk bij een ongeluk. Let op, het is een beetje een instinker hoor. En dan de laatste. Roomser dan de paus zijn. En dan moet je weten dat roomser, dat komt van Rooms-Katholiek. De paus is Rooms-Katholiek en is de leider van het Rooms-Katholieke geloof. De wereldlijke leider, zeg maar. En hij is dus rooms. Oké, dan gaan we naar de antwoorden. Waar rook is, is vuur. Dat betekent waar geruchten zijn over bijvoorbeeld wangedrag, hè, bijvoorbeeld je bent stiekem dingen aan het doen, dan is daar vaak ook echt wel iets aan de hand en vaak iets mis. En dat is een spreekwoord. Er zit namelijk een werkwoord in. Het is een hele zin. Ja, als ik zeg waar rook is, is vuur, dan kan daar gewoon een punt achter. Hoef ik niet zelf nog weer dingen erbij te bedenken. En het is natuurlijk figuurlijk, want je bent niet per se een brandje aan het stichten. Een hazenslaapje doen, dat is een instinken, want er staat namelijk doen en dat is een werkwoord. Maar het gezegde is gewoon een hazenslaapje.
En ik maak er zelf een hazenslaapje doen van, omdat anders het niet klopt, zeg maar. Maar je gebruikt het in een zin. En een hazenslaapje, dat is dat je zo licht slaapt dat je om het minste of geringste wakker wordt. De derde, belofte maakt schuld. Daar zit een werkwoord in. En het is dan ook een spreekwoord. En het betekent, als je iets hebt beloofd, dan heb je ook de plicht om vervolgens je belofte waar te maken. Belofte maakt schuld. Niet geschoten is altijd mis. Nou, als je hier geen antwoord op had geschreven, dan had je het sowieso mis. En als je nu had gegokt, dan had je misschien wel het spreekwoord gegokt. Het betekent dus dat als je iets niet probeert, nou ja, dat het dan helemaal niet goed is. Hè? Als je niet schiet, dan raak je sowieso niks. Het is een spreekwoord, want er zit een werkwoord in en het is een zin. En je gaat natuurlijk niet altijd echt schieten, dus het is figuurlijk. Een geluk bij een ongeluk, dat is een instinker, want je ziet een hoofdletter en een punt. Dus je denkt, hé, dat zou wel eens een spreekwoord kunnen zijn, maar het is een gezegde. En dat kun je weten doordat er geen werkwoord in zit. En doordat het een vast stukje tekst is, maar je kunt er een zin omheen maken. Oh, jij had zeker een geluk bij een ongeluk toen jij viel. Hè, dan verzin ik er dingen omheen. Nou, wat betekent dit nou? Het betekent, ik heb net hard gelopen. En stel nou dat ik heel hard was gevallen. Ja, dan was dat natuurlijk een ongeluk. Maar wat nou als ik precies op die plek een briefje van 50 euro vind? Ja, dan heb ik een geluk bij een ongeluk. En dan de laatste is ook een beetje een instinker. Want je ziet namelijk een werkwoord staan. Zijn is een werkwoord. Maar toch is het een gezegde. En waarom is het nou een gezegde, terwijl het helemaal geen werkwoord bevat? Nou, het is een deel van een zin. En ik zet zijn erachter, omdat het anders niet klopt. Dus het bevat geen werkwoord, maar toch is het een gezegde. Het is namelijk een vaste uitdrukking. Je zegt dit precies zo en je verzint er dingen omheen. En wat betekent het nou? Het betekent dat die paus dus zo rooms is. Nou ja, roomser dan de paus kun je eigenlijk niet zijn. En dat betekent dat je je zo overdreven aan de regels houdt. Zo goed kan alleen de paus het, maar jij kunt het nog beter. Dus jij kunt je nog beter aan de regels houden. Dat was de quiz. Dan gaan we nu door naar de instructie voor persoonlijke voornaamwoorden. Voordat we naar de instructie over persoonlijke voornaamwoorden gaan, neem ik je even mee terug naar onze vorige twee theorielessen. Want wat hebben we al geleerd? Nou, de eerste les ging over werkwoordsoorten. Je had de persoonsvorm. Je had het volte deelwoord. En we leerden nieuw de infinitief. En hij reed naar het bos om een stuk te lopen. Dat was lopen, het hele werkwoord en dus de infinitief. We leren in de tweede les hoe je een zin moest ontleden. En dat is dat je woorden uit de zin kunt halen en die kunt koppelen aan de soort woord dat het is. Bijvoorbeeld het gezegde, dat zijn alle werkwoorden in de zin. Het onderwerp, hoe vond je dat? Oh ja, wie, wat, plus gezegde. Vervolgens het leidend voorwerp, wie, wat, plus gezegde, plus onderwerp. En met die zin kon je vervolgens het meewerkend voorwerp in een zin vinden. En dit stukje van de zin ontleden, dat hebben we vandaag nodig. Het doel van vandaag is namelijk dat je na deze les persoonlijke voornaamwoorden in een zin kunt herkennen. En kunt zien of dit het onderwerp, leidend voorwerp of meewerkend voorwerp is. En eigenlijk bestaat dit doel dan uit twee onderdelen. Onderdeel 1 is, ik herken het persoonlijk voornaamwoord. En onderdeel 2 is, ik bepaal welke soort het is. Onderwerp, leidend voorwerp, meewerkend voorwerp. Die afkortingen moet je nu kennen. Maar om doel 2 te kunnen behalen, moet je eerst doel 1 kunnen. En daarom ook een pijl. Eerst leer je doel 1 en dan doel 2. En zo werken we vandaag ook. We werken steeds met twee stappen. Stap 1.
die persoonlijk voornaamwoorden herkennen en stap 2 bepalen welke soort het is. Nou, persoonlijke voornaamwoorden, wat zijn dat ook alweer? Ik heb even een korte, leuke herhaling. Je hebt ik. Je hebt jij. Je hebt zij of ze. En dan kan ik het hebben over alle drie deze dames. Of ik kan het alleen hebben over juf Aletta. Of over Anoa. Of over Jasmine. En dan heb ik het over het enkelvoud van zij en ze. We kunnen het, wij is ook een persoonlijk voornaamwoord. Of jullie. Een persoonlijk voornaamwoord, dat zegt dus iets over de persoon. Wie de persoon in de zin is. Dat zie je hier ook in het schemaatje. Je hebt persoonlijk voornaamwoorden enkelvoud en meervoud. Links staan enkelvoud en rechts staan meervoud. En ze zijn rood. Onthoud dat even goed. Een voorbeeld waarbij ik ook een zin maak. Ik sta op de foto. Persoonlijk voornaamwoord in deze zin is dus ik. En ik is dan ook het onderwerp. Je moest voor het onderwerp altijd wie of wat plus gezegde. Nou, wie staat op die foto? Ik. Dus ik is het onderwerp. Ik is een persoonlijk voornaamwoord en het onderwerp. En bij jij dan? Daar hoort de zin, jij staat op de foto. Dan is het persoonlijk voornaamwoord wat ik in deze tabel zie, jij. En jij is dan ook het onderwerp. Wie of wat staat op de foto? Jij. En dan bij zij, ze, is de zin, zij staan op de foto. Hey, die zie ik hier ook staan bij meervoud, want het werkwoord is staan. Zo stond zij staat op de foto, dan was het enkelvoud. Let daar goed op. En zij is dan natuurlijk ook weer het onderwerp. Want wie staan op de foto? Zij. Maar het kan ook met wij. Wij staan op de foto. Persoonlijk voornaamwoord is dan wij. Zie ik hier in de tabel staan. En het is ook het onderwerp. Want wie of wat staan op de foto? Wij. En de laatste is jullie. Jullie staan op de foto, dan is het persoonlijk voornaamwoord jullie. En die staat ook hier in de tabel. En dat is dan ook weer het onderwerp. Maar, let op. Ik sta op de foto. Dan is ik het onderwerp. Maar ik sta ook op deze foto, als je goed kijkt. Namelijk in de gele cirkel. Dus ik sta op beide foto's. Ik zie ik op de foto staan. Dat is wel een hele gekke zin, hè? Die klopt ook helemaal niet. Het moet niet ik zijn. Nee, ik zie mij op de foto. Mij is het andere persoonlijke voornaamwoord in deze zin. Maar mij kan niet ook het onderwerp zijn. Want ik is immers al het onderwerp. Dus mij moet of een leidend voorwerp zijn of een meewerkend voorwerp. Deze staan ook in de tabel, maar dan in het zwart. Je hebt weer enkelvoud, meervoud. En deze zwarte persoonlijke voornaamwoorden kunnen dus of een leidend voorwerp zijn, of een meewerkend voorwerp. Nou, ik moet nu dus uitzoeken of mij een leidend voorwerp is, of een meewerkend voorwerp. Ik ga eerst eens checken of het een leidend voorwerp is, want pas als ik het leidend voorwerp heb, kan ik ook kijken of het het meewerkend voorwerp is. Voor het leidend voorwerp heb ik nodig wie of wat, plus gezegde, plus onderwerp. Wie of wat zie ik staan op de foto? Mij. En dus is mij in deze zin het leidend voorwerp. Nou, in de tabel komen deze persoonlijke voornaamwoorden, de rode en de zwarte, samen in één tabel. De linker rij is dus de rode en zijn dus het onderwerp in de zin. En de rechter rij of het leidend voorwerp of het meewerkend voorwerp. Nou, dit voorbeeld ging wel heel snel, hè? Laten we er gauw nog eens één samen doen. Ik gebruik de zinnen van eerst proberen. Die staan ook in je boekje. En in je boekje is er schrijfruimte toegevoegd. Ik wil dus dat je die schrijfruimte gaat gebruiken en de zin even heel netjes overschrijft. Ik begin met zin 2. Hij gaf mij beschaafde kleren.
Schrijf hem even over en schrijf ook met mij mee met wat ik doe. Ik heb deze tabel erbij. Dat hebben jullie ook in jullie boekje. En stap 1 is, ik herken het persoonlijk voornaamwoord. Nou, ik ga in de tabel kijken en ik kijk in de zin. Welke woorden staan nou en in de zin en in deze tabel? Ik zie hier hij, staat hij ook in de tabel? Ja, hier, in het rood bij enkelvoud. Ik zet dus een streep onder hij. En dan, welke zie ik nog meer? Mij. Hey, die staat hier in het zwart bij enkelvoud. Hij en mij zijn dus de persoonlijke voornaamwoorden in deze zin. Dan ga ik door naar stap 2. Ik bepaal welke soort het is. Is hij een onderwerp, een leidend voorwerp of een meewerkend voorwerp? En hoe zit dat bij mij? Om dit te weten, gebruik ik even de formule. En daarom gaf ik dus een terugblik. Met deze formule kom ik namelijk achter het onderwerp, het leidend voorwerp en het meewerkend voorwerp. En dat is precies wat ik moet weten om de persoonlijke voornaamwoorden te kunnen categoriseren. We gaan de formule eens even invullen. Die begint altijd met aan wie. Dan komt het gezegde, zijn de werkwoorden. Dat is in dit geval gaf. Dan komt het onderwerp. Wie gaf mij beschaafde kleren? Hij. Hij is dus het onderwerp. En als je goed had gekeken, dan kon je dat ook al zien in de tabel. Hij is namelijk rood. En de rode persoonlijke voornaamwoorden kunnen het onderwerp van de zin zijn. En dat is in dit geval dus ook zo. Dus hij is het onderwerp. En dan gaan we door naar het leidend voorwerp. Wat gaf hij? Nou, hij gaf mij beschaafde kleren. Beschaafde kleren is dus het leidend voorwerp. Nu hebben we de vraag, aan wie gaf hij beschaafde kleren? Aan mij. Mij is in dit geval dus het meewerkend voorwerp. Nou, mij stond hier, dat is enkelvoud en is dus het meewerkend voorwerp. Hij kleur ik rood, want dat is het onderwerp. Mij kleur ik geel of oranje. En dat is het meewerkend voorwerp. Dat ging vrij snel, dus we gaan er nog even eens samen doen. Namelijk zin 3 van eerst proberen. En dat is, ik vond ze eerder bizar. Ik wil dat je het filmpje op pauze zet als ik het zeg. We gaan eerst stap 1 doen. En stap 1 is, ik herken het persoonlijke voornaamwoord. Je gaat de persoonlijke voornaamwoorden hierin opzoeken. Het zijn er 2. Kijk goed in de tabel. Ik wil dat je de video nu even op pauze zet. Oké, ik hoop dat je ze hebt gevonden. Ik in ieder geval wel. Het zijn namelijk ik en ze. Ik staat hier in het rood bij enkelvoud. En ze, die staat hier, hier en hier. Ze is meervoud, want het gaat over die beschaafde kleren uit de vorige zin. En het zijn meerdere kleren. Dus is het meervoud? En kan het al niet deze zijn? Dus of het is deze meervoud of het is deze. En dat gaan we zo meteen zien. We gaan namelijk naar stap 2. Ik bepaal welke soort het is. Is het een onderwerp, een leidend voorwerp of een meewerkend voorwerp? Nou, hiervoor moet je die formule weer invullen. Ik wil dat je deze formule gaat invullen. En dan kom je erachter welke soort persoonlijke voornaamwoorden ik en ze zijn. Zet het filmpje nu even op pauze en schrijf je antwoord op. Oké, ik hoop dat je ze gevonden hebt. Ik in ieder geval wel. Het zijn namelijk ik en ze. Ik staat bij enkelvoud in het rood. Hint. En ze, ja, die staat hier, hier en hier. Nou, het is in ieder geval meervoud, want het gaat over die kleren uit de vorige zin. En kleren, dat zijn meerdere kleren, dus dat is meervoud. Het is dus deze rode of deze zwarte. Dat gaan we nu eens even uitzoeken. Stap 2 is namelijk de soort bepalen. Is het een onderwerp, een leidend voorwerp of een meewerkend voorwerp? Ik wil dat je het filmpje zo weer even op pauze zet en deze formule hier rechtsboven invult. Dan kom je er namelijk achter welke soort persoonlijke voornaamwoorden ik en ze zijn. Zet me nu maar even op pauze.
Oké, ik hoop dat je ze gevonden hebt. We gaan eens even checken. De zin begint natuurlijk met aan wie. Dan komt het gezegde, dus het werkwoord, en dat is vond. Het onderwerp in wie vond ze eerder bizar? Nou, ik. Ik is dus het onderwerp en kleur je zometeen rood. Dan het leidend voorwerp. Wat vond ik eerder bizar? Wat vond ik eerder bizar? De kleren, dus ze. En ze is dus het leidend voorwerp. Dat klinkt misschien een beetje gek, omdat het ja, ze is, maar dat verwijst naar die kleren. Ik vond de kleren eerder bizar. Nou, dan is het wel logischer dat de kleren het leidend voorwerp is. En ze is dus het leidend voorwerp. Ja, dan kan ik wel verder gaan, maar dat kan helemaal niet, want mijn vraag is al af. Maar aan wie vond ik ze? Nou, niemand had die kleren nog aan. Dus meewerkend voorwerp, dat zit helemaal niet in deze zin. Die komt er dus ook niet. Ik kleur je rood, onderwerp. Ze kleur je groen, want dat is het leidend voorwerp. Dan heb je stap 1 en stap 2 gehad. En heb je je doelen voor deze zin dus behaald. De werkinstructie. Je maakt vandaag opdracht 1, 2 en 3. Let op, er is ook een opdracht 2C. Kijk maar mee. Opdracht 2A en B zijn namelijk eigenlijk stap 1 en 2 van wat ik je nu heb aangeleerd. Want bij B moet je ze een kleurtje geven en dat hebben wij eigenlijk al in één keer steeds gedaan. En bij opdracht C krijg je een vraag. Die vraag moet je ook maken. Dan, bij iedere opdracht, let op de groene uitroeptekens. Stap 1 is het opzoeken van persoonlijke voornaamwoorden. Zet je een streep. Dan heb je deze tabel nodig. Voor stap 2, het bepalen van de soort, heb je deze tabel nodig. En die staat niet bij de les van vandaag, maar bij een vorige les. Nou, als je niet steeds wilt terugbladeren, zou ik deze video gewoon even op pauze zetten, zometeen op dit beeldscherm, zodat je beide tabellen in beeld hebt tijdens het maken van de opdrachten. Oké, heel veel succes. Nog even een leuke spreekwoord. Hardlopers zijn doodlopers. Dat kun je misschien ook wel een beetje zien op deze foto van mij tijdens de marathon in Rotterdam. Maar wat ik ermee bedoel te zeggen is, werk niet te snel. Eerst stap 1, dan stap 2 met die tabellen. Kom je er niet uit, speel het filmpje nog een keer af, in ieder geval de instructie. En ga dan pas vragen stellen aan je juf of meester. Ja, heel veel succes!